Ramderoos, weer kamperfoelie. Kamperfoelie roos, clematis, kamperfoelie. Dit is het beplantingsplan. Nou, we staan hier bij de Arend en de NL Doekdag 2011 is begonnen. Het ziet er nu nog heel kaal en akelig uit, maar als het de kans krijgt om aan te slaan. Dus de bedoeling is ook dat er straks een hele kruidentuin weer gerealiseerd gaat worden. Dat noemen ze dan de vlindertuin. Het zijn allemaal prachtige ideeën en we gaan ervoor. Je bent met collega's hier vrijwillig aan het werk bij de Arend. Ja, zeker. Ja. En waarom? Dat vinden we leuk. Met ons managementteam zijn we hier een aantal mensen. En ik vind het leuk om de buurt te helpen en daar waar we kunnen. Wie bent u? Marja Biemans. Oh, Marja Biemans, ze lijkt wel. Heeft u al met tuinieren? Ja. Nou, veel plezier. Nou, dankjewel. Het gaat wel lukken, denk ik. Ik heb in het kader van NL Doet vrienden en familie uitgenodigd vandaag om te komen helpen. Want ik heb heel veel mensen die waren al heel lang van plan om nou eens een keer te komen kijken wat hier nou allemaal gebeurt. En dat kwam er steeds niet van. Dus ik dacht, nou mooi, dan kan ik ze gelijk aan het werk zetten. Dus ik heb daar loopt mijn schoonmoeder met een kruiwagen. En daar staat een vriendin houtsnippers te scheppen en even te voelen hoe warm het is zo te zien. En nou, daar loopt een andere vriendin, Annemarie, met een kruiwagen. En dan staat mijn moeder te harken. En vanmorgen waren er nog wat meer vrienden, maar het begint nu te miezeren. En heel veel mensen hadden toch ook wel weer andere dingen te doen. Maar we hebben in elk geval lekker met elkaar gewerkt en alle paden weer een beetje ververst. En vanmorgen koffie gedronken met nog wat mensen uit de buurt. In de laatste tijd staat natuurlijk de wijk ook wel weer negatief in het nieuws met een slecht imago. En wat ik heel leuk vind om te merken aan ook mijn bezoekers vandaag, is dat ze zeggen, wat is hier eigenlijk gezellig en gemoedelijk en rustig. En als je hier 's ochtends komt, hoor je vogeltjes fluiten. En dat vond ik ook wel heel leuk, dat hun ook was opgevallen. Een oorkonde! Wauw, dank je. Nou, de rest is bezig. Oh ja, dat heeft trots zien. Ja. Kijken, ga je nog even. Dit is de groep van Ahmed. Ja. En zij leren dus Nederlands spreken, maar ook kijken van wat gebeurt er nou voor activiteit in de wijk. En nu op NL Doekdag komen ze dus meedoen met plantjes opkweken. Deze en de oranje mini Halloween hebben we ook nog. Oh, minder rimpels, zou ik maar zeggen. Minder rimpels. Ja. Twee soorten sla. Groene courgettes. We hebben gele courgettes. Rode bietjes. En we hebben heilige boontjes. Oh, en we hebben heilige boontjes. Een soort engeltje staat erop. Kijk. Oké, daarom heet het heilige boontje. Vandaag we zijn hier uitgenodigd bij Piatsbeheer. Ja, dus zoals je ziet, mijn kusjes gaan vandaag plantjes maken. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Van de ene kant, ze zijn buiten geweest. Ja. En ten tweede, ze gaan ook andere mensen leren kennen. En ook anderen voor ze leren. Ja, ja, dat is hartstikke leuk voor participatie. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Servië. Oké. Okay. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt. En bij noodgeval. En ik heb veel bij het ziekenhuis gewerkt. Ik heb weinig vrije tijd gehad, maar ik wilde graag ook planten doen, ja, maken. Dat is Kiriatibihir, ja, dat is leuk. Ja, wij kunnen hier vrijwilligers werk doen, dat is goed voor ons, voor Nederlands taal leren. Ja, andere mensen leren kennen ook. Ja, andere mensen kennen. Ja, netwerk opbouwen. Ja. Hey!
goed. Nou, meneer Grootvaan, hoe is het bij jou op de NLDoe-dag? Nou, wel gezellig. Niet zo druk als we hadden gehoopt, maar de jongens komen op en af. Hier hebben ze heel veel behoefte aan eigen plek, want het zijn een stuk of 20, 30 jongeren. Minimaal, alleen van Turks afkomst. En dan heb je nog een Marokkaans gemeenschap, dan heb je nog een andere gemeenschap. Het zijn allemaal groepen. En ze staan nu allemaal te hangen hier in de wijk. Maar ze hebben geen plaats. Dus dit is het begin, waar ze even kunnen hangen. Maar we zijn lekker bezig aan het huis verder aan het aftimmeren. De schooltuintjes, de hekjes worden gerepareerd op dit moment. Er wordt gekookt. Nou, vandaag ben ik even hier vrijwilliger, want ik denk het is een doedag. Dus laat mij ook maar eens even wat doen. Ik ben ooit zelf kruidenhandelaar geweest. Oké. In de tijd en zout, zeezouten. Kaneel maakt warm. Van werken, arbeid, makhoerig. Ja, dat zeggen ze wel eens in Duitsland ook vooral.